Goedendag, u kijkt naar de weersverwachting van weerplaatsen.nl. Het is volop winter in Nederland, afgelopen nacht heeft het op veel plaatsen matig gevroren, ter Schelling was het koudst met min 9,4 graden. Vanochtend hebben we een flinke zonnige perioden, trekken ook een paar wolkenvelden langs, vooral langs de oostgrens, over de Wadden en in Zeeland, die kunnen daar lokaal voor een vlokje sneeuw zorgen, maar ook daar schijnt de zon van tijd tot tijd. Plaatsig dus een sneeuwbuitje geldt ook voor vanmiddag voor de kustprovincies, in het binnenland is het dan droog bij min 1 à min 2 graden. De wind draait van Noordoost naar Zuidoost, waarna vanavond vanuit het westen de balking toeneemt. In Zeeland gaat het in de loop van de avond sneeuwen. En in de nacht breidt dat sneeuwgebied zich verder over het zuiden en midden van het land uit. In het noorden valt hooguit een enkel vlokje. In het midden en zuiden valt meer, met in het zuiden plaatselijk 5 centimeter. Temperaturen blijven morgen overdag overal rond of onder het vriespunt, ook waarschijnlijk in Zeeland. En ook later in de week blijft het volop winter. Temperaturen smiddags even rond het vriespunt. Maar de rest van de dag vriest het. In de nacht is het min 5 tot min 10 graden. Er kan een lokale sneeuwbui vallen, maar op de meeste plaatsen is het droog met geregeld zon. Ik ben Michiel Severin van Weerplaatsen.nl